Het DAF Museum is uitgebreid. Er is 1100 vierkante meter bijgekomen en de opening met Pieter van Vollenhoven is feestelijk. Van Vollenhoven opent het museum niet zomaar. Hij heeft een speciale band met het museum. Het Koninklijke Huis heeft altijd al een nauwe band gehad met de oprichters van DAF, de familie van Doornen. De relatie tussen professor Van Vollenhoven en DAF is al heel lang, ook met de familie van Doornen. Dus er zijn altijd al wel wat contacten geweest. Hij zal daar denk ik ook wel in zijn wat woorden op terugkomen. Dus er ligt ook wel een bepaalde band. De grootste verandering in het museum is dat alle voertuigen vanaf 1928 in chronologische volgorde staan. In het nieuwe deel staan de voertuigen van nu. We hebben nu ook een platte grond waarin we echt kunnen aangeven, nou begin nou daar. Hier zijn Huub en Wim van Doornen in wat wij noemen de smidse ooit begonnen op deze plek. Nou, volg die tijdlijn, dan zie je inderdaad dat je van Anenwagens, DAF, hè, van Doornes Anenwagenfabriek was het. Later is het van Doornes Autofabriek geworden, maar toen bleef het DAF natuurlijk. En volg je de tijdlijn en dan zie je inderdaad de ontwikkeling door de decennia heen, hè, van de automobiliteit. En het nieuwe deel is door 160 vrijwilligers mede mogelijk gemaakt. Ja, ik heb 36 jaar bij DAF gewerkt. Ja, toen ik met pensioen kon, toen dacht ik, ik wil naar het DAF Museum toe. Ja, hier hangt ook nog de sfeer van de oude DAF, het gemoedelijke. Inmiddels werk ik hier al 11 jaar en ik moet zeggen eerlijk, tot heel veel plezier. Wij doen dit met 160 vrijwilligers. Ja, en als je ziet hoe die mensen, en de meeste zijn geen 18 meer, hè, maar hoe die hier enthousiast en met passie, betrokkenheid bezig zijn geweest. En zeggen, ja jongens, dat is gewoon een trots. En zeker als je dan zo'n opening mag doen, dat is echt geweldig. Door de uitbreiding richt het museum zich niet alleen op het verleden, maar krijgen bezoekers dus ook een kijkje in de geheimen van de toekomst.